hem erg speet, maar dat het toch beslist niet ging. En dat Feyenoord het vanavond dus... ...omdat de scheidsrechter de Duitser Teschner is... ...die bijgestaan wordt door twee Duitse grensrechters. Namelijk, de heren weten deze aanval weg te werken. Vrije trap. Niet zoals Hans Kraaij nummer 3, maar de speeldracht hier nummer 5. Even kijken wat deze aanval gaat opleveren. Raymond Coupa heeft daar de bal, de grote man van Reims. Maar geeft een volkomen... Nummer 4, Siatka, de rechtshalf. Iets te ver terug. En het is Wendling die de bal dus weer in het bezit van Reims brengt. Weer Wendling. Binnen en links buiten, Paul Sauvage, nummer 11. Coppa, een enorme dribbelaar. Kerkem daar de zaak. Terug krijgt Feyenoord die bal niet onder controle. Er is vooral met de linkervoet. U ziet, die spelers van Reims zijn bijzonder snel, bijzonder bewegelijk ook. Nu bij Coupa, die helemaal naar binnen is gezwenkt, die daar dus in het middenveld staat. En die verkeerd wordt aangevallen en daarvoor krijgt dan Coupa een vrije trap te nemen. Helemaal naar rechts. Daar, maar eigenlijk ook te stevig. De scheidsrechter bestraft dat met een vrije trap. En dat brengt weer Coupa in de aanval. Hij werkt daar juist van Jan Klaasens. Raymond Coupa nu. De architect van de aanval van Reims. De man die zelf in deze competitie nog geen doel. Weer de bal bij Wendling. Die u ziet, u gaat ver mee naar voren. Hij staat bijna bij het strafschopgebied van Feyenoord nu. Door Raymond Coupa. Kreeg daardoor wat effect, maar het levert er toch geen probleem op. U ziet enorm... Coupa. En dat was in... Ook ziek is dat teruggesprongen. Benhuis was dat, die de bal daar verloor. Het tempo wordt nog hoger opgevoerd in de voorhoede van Reims. Sauvage daar. Die de... Ja, Akesbi steekt wel zijn handen omhoog, maar het is toch echt een ingooi van Feyenoord. Coupa. En voor dat. En nog een schot, en dat gaat vies. Ook daaruit kunt u misschien al een klein beetje concluderen hoe de veldverhouding is. Twee hoekschoppen nu op dit moment voor Reims tegen 5 voor Feyenoord. En resoluut dacht ik te zeggen, maar dat is hij toch niet, want hij geeft toch een hoekschop. Hij wilde eerst een doelschop geven. Sauvage. SB. Op Coupa. Coupa wilde terugspelen naar Akesbi, maar dat lukte niet. Daar stond Krijermaat. Siatka, de rechtshalf. Coupa die nu weer op rechts zwerft. U ziet, het tempo ligt enorm hoog. Weer Coupa. Akesbi nu. Coupa, die daar wel
stevig wordt aangevallen, maar de scheidsrechter laat doorspelen en terecht. Genomen door Sauvage, op rechts helemaal, de linksbuiten die op rechts een hoekschop neemt. Overgenomen worden, dat u moet maar eens opletten, dames en heren. U hebt ze straks op links gezien, u ziet dus op rechts datzelfde koppel weer. Sauvage en Copa die samen daar die hoekschop proberen tot een gevaar voor Feyenoord te maken. Dit is de vierde hoekschop. Heel Rijms dringt nu op. Staat als het ware op één lijn tegen Akesbi. Copa. Naar links. Naar Jean-Vincent, de linkshalf. Bereikbaar voor Bergholz. Haas. Dat is volgens mij buitenspel. Siatka. Terug naar Siatka. Dat is in het moderne voetbal ook niet meer gebruikelijk, maar men verlaat hier zijn plaats even makkelijk. Als het speelt die eerste helft. En we kunnen alleen maar hopen dat Feyenoord die tweede helft even goed uit de bus komt. Wat zeer prettig is, we moeten het eerlijk zeggen, is dat hier de mensen op de tribune, even kijken hoe dat afloopt, zeer gevaarlijk. Copa, die de bal net niet kan houden en over de lijn. De paas was niet goed. Raymond Copa, de grote man van Reims. De man die al weer Robin. Raymond Copa. De man met een eigen Raymond Copa. Naar Piantoni. Vier Feyenoorders die daar een blok vormen. Om in volleybaltermen te spreken. Copa. Jan Klaasens. Dat tempo van Feyenoord dat gaat zeker op tegen het tempo van Reims. Dat zelf ook al in een behoorlijk ritme speelt. Maar de pas. Raymond Copa. Jan Klaasens. En goed terug. Een gevaarlijk moment. Copa neemt die hoekschop. Weggekopt. Copa. De speler blijft in het bezit van de bal en Klaasens had echt niet de bedoeling om daar een overtreding te begaan. Copa houdt de bal binnen. Enorme dribbelaar. Veld gehad. Maar nu Reims weer. Copa. Verre paas. Sauvage. Helemaal naar buiten gegaan. Copa. Een schot. Sauvage. Copa, de dribbelaar. Siatka. Goed gemaakt. Weer wendling. De kruiszet. Ai, dat was bijzonder hoog getrapt daar, maar de scheidsrechter laat doorspelen. Gedaan. Het Franse publiek klapt daarvoor hier. Hij heeft bijzonder veel waardering voor die prestaties van Krijermaat. Het is nu met alle geweld dat... Nee, weer naar Van der Gijp, daar kan hij niet bij. Kling tegen Cor van der Gijp. Copa probeert de bal te spelen naar Wendling, maar dat lukt niet. Jean Wendling. Copa, weer Wendling. Copa, onderbroken daar. Dat was niet hoog genoeg van Bennaars. Cor van der Gijp met Copa. En Piantoni gaat daar een vrije trap nemen naar Copa.
Goed gedaan, Jan Klaasens. Uitstekend, die lange benen, dat is gewoon een kanonade daar. Raymond Coupa probeert de opening te vinden. Het publiek loeit. Coupa. Robin helemaal op de rechtervleugel loopt vrij, maar die krijgt de bal niet. Coupa naar links. Daar zit Kerkemer tussen. Weer Coupa. Een verre paas waar Abeski oplopen zal, maar voor de zijlijn. Volgens onze timing, dames en heren, is er nog 2 minuten te spelen. Nog 2 x 60 seconden met een stand van 1-0 voor Feyenoord. Zullen we het halen? Zal Feyenoord het lukken om hier met een overwinning hieruit de optimistische stemming, dames en heren. En in deze blijde sfeer, dansende Feyenoord-spelers zien we daar van het veld verdwijnen. Teruggeven aan de studio in Hilversum. Dames en heren,